Check, check. Ja, dat is hem. Oh, sorry. Hij was al aan volgens mij. Dus deze game was helemaal text-based. En ja, dat was eigenlijk, als je kijkt naar de games van tegenwoordig, ja, dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. Maar hier zijn mensen echt gewoon maanden mee bezig geweest om in die game te gaan spelen. En je moest dus heel veel fantasie hebben om daarmee te spelen. Toen iets later, toen kwamen de graphics. Ja, we zouden dat nu geen graphics meer noemen, maar ja, daar kreeg je er plaatjes bij. Maar je ziet hier nog wel steeds dat je het commando's gewoon moest intikken. En als je dan gaat kijken naar de evolutie, het werd allemaal steeds mooier. Je kreeg meer dan twee kleuren, het werden er 16. Kon je nog steeds niet zo heel veel mee, maar hier zag je al wel echt dat hele genre ontstaan van adventure games. Totdat er uiteindelijk, zeg maar, LucasArts, die waren bezig met adventure games. En dat noemden ze dan point-and-click games. En toen was het eigenlijk wel interessant, want dan kreeg je dus allerlei objecten waar je op kon klikken. Daar kreeg je informatie over. En je kreeg wat heet de verbs. Dus look at, use, push. En toen werd het wel heel interessant, want dan kan je dus hele leuke puzzels maken. En dat hebben die mensen ook gedaan. En ja, deze games die zien natuurlijk niet uit qua graphics. Maar ik zal je echt adviseren, kijk een keer of je kunt ze wel online vinden. Er zit zoveel humor in en die puzzels zijn echt geweldig. En daar gaat het ook eigenlijk om. Het gaat eigenlijk helemaal niet om die graphics. Voor de hele oplettende mensen, die groene dude, dat is de Tentacle. Die heeft ook zijn eigen game, Day of the Tentacle. Hilarisch. Als je nog eens een keer een zondag, regenachtige zondag over hebt, download dat. En zo zag je eigenlijk dat tussen 90 en 2000 ongeveer heel veel van dat soort games uitkwamen. Monkey Island, dat is echt all-time favorite, Full Throttle, dingen als King's Quest, Police Quest. En hier zie je Day of the Tentacle, dat is deze. Dat is echt een super game, super veel humor zit daarin. En je ziet ook wel dat de graphics wel steeds beter werden. En eigenlijk vinden wij dat als je gaat kijken naar de laatste versies van dat soort games, er zijn bijvoorbeeld ook remakes van Monkey Island geweest, die zijn eigenlijk te slick qua graphics. Ziet er eigenlijk niet uit. Dus ja, we zijn toch echt wel op zoek naar die nostalgie. En wat we eigenlijk wilden doen, wij vinden bot framework heel interessant. En toen we zeiden van we willen eens laten zien wat je allemaal met zo'n bot kunt. Toen zeiden we ja, dan kunnen we weer zo'n chatbot maken die een hotelkamer gaat bestellen of whatever. Maar we willen eigenlijk iets met een game. Toen dachten we nou, laten we dat dan eens bij elkaar brengen en kijken hoe ver we komen. Dus dat is eigenlijk het idee. We hebben dus een old school game engine gebouwd. En die wordt eigenlijk aangestuurd vanuit bot framework. Ja, klinkt misschien nog een beetje abstract, maar dat gaat als het goed is allemaal duidelijk worden. En anders kunnen jullie me na de sessie helemaal vragen stellen. Dus, er was een mooi huwelijk ontstaan tussen bot framework en een old school adventure game. Deze duur trouwens, die hebben we echt allemaal pixel voor pixel zitten tekenen. Dit is mijn grote vriend Guy Scutry. Verder geen naam die daar enigszins op lijkt, die altijd een rood shirt aan heeft. Dus, bear with me. Wat is nou eigenlijk het bot framework? Hiervoor was ook een sessie over bot framework. Bots zijn hot, je hoort overal bot, bot, bot. Dus ik ga wat sneller hier doorheen wat eigenlijk bot framework is. Je kunt daar heel veel online over vinden. En ik denk dat het vooral interessant is om te kijken naar wat hebben wij hier nou mee gedaan. Om te kunnen laten zien, ja, wat kan je eigenlijk allemaal met bot framework. Het bot framework bestaat uit een aantal onderdelen. Je hebt je bot en eigenlijk is dat niet heel veel meer dan een web API. Ik ga straks code laten zien en dan zal ik dat ook aantonen. Maar wat wel belangrijk is, is dat er ook een bot connector service is. En wat daar interessant aan is, is dat jij je bot kunt bouwen. Dat ding doet het dan op een gegeven moment. Je kunt dat testen met een soort emulator. Ga ik zo even laten zien. Dan kan je op een gegeven moment in de cloud kan je een connector registreren. Die koppel je aan je bot. En wat dan wel interessant is, is dat er allerlei zogenaamde channels zijn. Dus op het moment dat jij je bot hebt gebouwd, kan je in één keer mensen vanuit Slack, vanuit Skype, vanuit allerlei andere kanalen, kan je die met zo'n bot laten praten. En dat regelt dan, zeg maar, dat bot connector framework. En dat is best wel heel krachtig, want dan heb je in één keer een heleboel clients. Denk bijvoorbeeld ook aan een Cortana, wat heel interessant gaat worden als je straks tegen Cortana kunt praten, die dan achter, zeg maar, op de achtergrond zo'n bot gaat aanspreken. Dus dat is echt superkrachtig. En toen dachten wij van, nou, weet je wat we doen? Er is ook een direct line interface. Dan heb je eigenlijk een soort directe communicatie waarbij je eigenlijk gewoon strings heel en weer stuurt. Wij dachten, dat kunnen we. Dat moet niet moeilijk zijn. En dat heet de direct line. En die hebben wij gebruikt om uiteindelijk de game te koppelen aan de bot. Vragen mogen overigens gewoon tussendoor. Wat wij hebben eigenlijk gedaan, we hebben gezegd van bovenop die bot, die werkt eigenlijk met activities. Dus je stuurt iets naar de bot op en dan gebeurt er uiteindelijk een activity. Dat kan zijn een message activity. Er komt gewoon een berichtje terug. En dat kunnen zijn event activities. En dat zijn eigenlijk events, hè, zoals bijvoorbeeld iemand zit iets in te typen. Dat zijn allemaal events, die geven eigenlijk geen tekst terug naar de gebruiker, maar daar kun je je op registreren en daar kun je allerlei dingen mee doen. Die zijn dus eigenlijk onzichtbaar voor de client, voor de eindgebruiker. Nou, met die twee activities, daar hebben we eigenlijk alles mee gebouwd. En als ik nu terugkijk op wat de game kan, denk ik, hoe dan?
Maar goed, dat ga ik laten zien. Onze game engine heet de Gamatron 3000 TM. En dat is eigenlijk gewoon een hele engine geworden. En die bestaat uit een aantal lagen. En voordat ik hierin ga duiken, want nu wordt het best wel een beetje technisch en zo, wil ik eerst gewoon even de game laten zien. Want ja, uiteindelijk gaat het om gameplay. De game is nog niet te bestellen overigens. Dit is hoe het eruit ziet. Ja, het is wel te spelen. Bij ons op de stand, de Infosport stand, kan je hem spelen. Er zit ook een puzzeltje in. Ga ik vandaag niet laten zien, maar dat kun je proberen op te lossen. En dit is eigenlijk wat je net zag in dat voorbeeldje. Zo'n click-and-play, of point-and-click game. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, look at, en dan newspaper. Nou, en wat er nu gebeurt is, wordt wat naar de bot gestuurd. En dan vervolgens zegt hij van, hey, jij moet dan zeggen, it looks like an old newspaper. En zo hebben we eigenlijk die hele interactie met die bot gebouwd. Ik kan bijvoorbeeld ook zeggen, pick up newspaper. En dan komt er iets heel interessants tevoorschijn, want je hebt namelijk in zo'n game altijd een inventory. Dat is wat je bij je hebt. Ik liet het aan mijn vrouw zien en die zei van, ja, maar waarom heb ik het dan niet vast? Ja, nou, dat, je moet nog wel wat fantasie hebben. Maar je hebt gewoon een inventory, die is er gewoon. Nou, wat je nu ziet gebeuren is dat hij wordt nu opgebeamd naar de UFO. Dit is zeg maar hoe het spel helemaal gaat. En wat je nu ook ziet gebeuren is dat ik verschillende rooms heb. Wij hebben dat een room genoemd. En ik zal zo nog wel even laten zien hoe dat eruit ziet. En nu ben ik dus in één keer in een UFO en zie ik twee aliens. En daar kan ik straks allemaal interessante dingen mee gaan doen. Wat ik nog wel even wil laten zien, wat wel interessant is, is dat op de achtergrond, als ik nu bijvoorbeeld zeg van ik look at bijvoorbeeld mijn groceries, die ik in mijn inventory heb. Dan zie je op de achtergrond ook echt, als je hier kijkt, zie je berichtjes heen en weer gaan. En dat zijn gewoon stringetjes die heen en weer gaan met een stukje JSON. En op basis daarvan wordt eigenlijk die hele game engine aangestuurd. Eigenlijk heel simpel. Zou je zeggen. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben eigenlijk een soort laagje gemaakt over dat bot framework. En zoals ik al zei, een bot is een web API. Gewoon een aanspeel.net web API. Gewoon een soort REST interface waar je berichtjes in kan sturen. Daar zit een message controller in. Dan vervolgens heb je de bot builder SDK. Dat is dus iets wat Microsoft levert. En die zorgt ervoor dat je die berichtjes kan parsen, die activities kan maken en heen en weer kan sturen. En kan connecten met, met die connector service. Nou, daar zitten dingen als dialogues. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, hey, ik begin een dialoog met jou. Jij stelt mij een vraag, ik geef jou antwoord. Ze zijn dus super handig als je een game maakt waarmee je met karakters moet praten. Dat zal ik zo ook nog even laten zien. Ik heb die activities, die heb ik al genoemd. Maar ik heb ook state. Nou, je snapt het al, onze inventory stoppen we in de state. Dus zo zie je dat bot framework eigenlijk alle bouwblokken levert die wij nodig hebben om die game te maken. En dan vervolgens hebben we daar zelf een laag overheen gebouwd, of laagje. Valt eigenlijk best wel mee als je ziet hoeveel code daarin zit. Daar hebben we rooms gedefinieerd, want we willen verschillende kamers hebben. Je hebt objecten, newspapers, actors, onze guy, onze held. We hebben actions. En eigenlijk zijn actions uiteindelijk die corresponderen weer met activities uit het bot framework. We hebben conversation trees, laat ik zo nog even zien. En we hebben ook game state, wat uiteindelijk zeg maar de inventory is. En dat hele spulletje kunnen we dan aan elkaar hangen door een wire manager die daarboven zit. Dus dat is eigenlijk zeg maar een soort architectuurplaatje van hoe die game eruit ziet. Als je dan kijkt hoe we zo'n room wiren. And there was light. Kijk, als Guy op een gegeven moment zegt, look at newspaper, dan wiren we op een gegeven moment de look at action. Die wiren we aan newspaper. Dus dan zeggen we, als iemand zegt, look at newspaper, dan moet er een guy.walkto plaatsvinden en een guy.say. Dus we kunnen eigenlijk gewoon een soort script gaan maken, wat er uiteindelijk moet gebeuren. Dan vervolgens komt daar een action uit. En die wordt uiteindelijk dan omgezet naar een activity die naar de client wordt gestuurd. En hier zie je dus bijvoorbeeld een event activity. Die ziet de gebruiker niet. Dat is niet iets wat in beeld komt. Maar op basis daarvan weet dan de game, ah, ik moet die sprite gaan animeren en die moet daarheen lopen. En er is een message activity. En dat is uiteindelijk iets wat Guy, zeg maar onze held, dan ook echt uitspreekt. En dan vervolgens zeggen we, we zijn idle. Dan zijn we klaar. En dan wacht ik eigenlijk op het volgende commando. Nou, hoe ziet dat er dan in code uit? En nu wordt het echt even spannend, want Sander heeft deze code helemaal in zijn hoofd en voor mij wordt het even zoeken. Maar hier zien we de bot. Dus dit is gewoon Visual Studio 2017, gewoon eigenlijk een ASP.NET webproject met een message controller. En daar is niet zoveel anders aan als een standaard web API controller. Nou, ik ga wat snel door die code heen. Probeer niet alles te lezen. Het gaat even om de grote lijnen. Dit komt uiteindelijk ook op GitHub, dus dan kan je er gewoon zelf lekker doorheen grasduinen.
Maar uiteindelijk gaat het wel hierom, dat op het moment dat er een berichtje binnenkomt, dan zeggen we conversation.sendAsync. En een conversation dan is iets wat opgestart is door de game. En dan vervolgens kom ik in die gamelaag van ons terecht. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar een room object. Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n groot ding. Die heeft een ID en een description. En that's it. En ik zit dus nu ook in het engine gedeelte van de code. Dat is iets wat wij geschreven hebben. En als ik dan bijvoorbeeld, dit zijn allemaal basisblokken. En ik ga bijvoorbeeld naar die park room. Dan zien we hoe gedefinieerd is hoe dat park eruit zag. Dus uiteindelijk moet ik een room definition maken. Nou, dat ding heet park. Even kijken, waarom ga jij niet weg? Zo. Ik heb een soort openingzin die dan zeg maar opgelezen wordt van hier ben je. Ik definieer, aan die room definition voeg ik een actor toe op die positie. Ik voeg een object newspaper toe en ik geef die room definition terug. En dit zorgt er uiteindelijk voor dat er allemaal events naar de client gaan die zegt, hey, je moet die room hebben met die name. En dat correspondeert dan weer met een plaatje bij ons in de back, zeg maar in de gamecode. Wat ik moet er even bij vertellen, die game die je net zag, is gewoon in JavaScript geschreven, draait in de browser. En die interpreteert het allemaal. En dan vervolgens zien we die wire manager die ik net zag. Is dit te zien trouwens? Moet ik nog iets inzoomen? Die wire manager, en dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou als iemand zegt look at groceries, dan zegt guy dit. En de grap is, we hebben best wel veel tijd gestopt in het bouwen van deze engine. En als je dan op dit punt aankomt, dan word je gewoon een regisseur. Dus dan kan je echt hele freaky dingen gaan doen. Van, oh, wat gebeurt er als ik daarop klik? En als ik er nog een keer op klik. Zo, oké, nou, dan houden we even bij dat ik het daar al een keer op geklikt heb. En dan zeg ik, no, idiot, you already clicked on that. En nou, zo probeer je dus ook die humor. Dat hebben wij geprobeerd. En we gaan zo meteen, als we verder gaan, zien of jullie er ook om kunnen lachen. Dus dat is de eerste test, want jullie zijn echt het eerste publiek. Maar zo ga je dus eigenlijk gewoon regisseren wat er eigenlijk moet gebeuren in die game. En dan ga je puzzels verzinnen. Want dat is eigenlijk het hele idee van die LucasArts games van vroeger. Er zitten allemaal hele bizarre puzzels in. En soms moet je 6 rooms terug om daar nog weer even een speck of dust op te pakken. En dat moet je dan weer in een of ander apparaat stoppen. En dan kun je weer verder spelen. Dat is eigenlijk het hele idee van de game. Maar zo zie je dat het best wel eenvoudig is. Dat die code is best wel straightforward. En hier zie je bijvoorbeeld een voorbeeld. Als ik een newspaper oppak in die parkroom, dan moet er iets gebeuren. Want je zag dat hij daar dus zei, hey, dit is een newspaper. Toen werd die newspaper getoond en hij werd vervolgens upgebeamd naar die UFO. En dat zie je hier allemaal gebeuren. Loop daarheen, voeg die newspaper toe aan de inventory, zeg dat, show close-up. En dat zijn gewoon allemaal acties die we uiteindelijk hebben gemaakt, die dan aan de clientkant iets tot gevolg hebben. Make sense? Nogmaals, als er vragen zijn, dan, of als ik te snel ga, dan geef het even aan. Nou, en uiteindelijk levert dit dus onder water gewoon allemaal activities op die naar de client gestuurd worden. Dus als we gaan kijken in die, als we even teruggaan naar de game, dan kan ik bijvoorbeeld ook zeggen, en dan wordt het wel interessant, want net had ik alleen een newspaper, die zegt niks terug, maar ik kan bijvoorbeeld ook zeggen, talk to Ian. We hebben L en Ian. Yes, ja, hij werkt. Awesome. Sander, hij deed het. Dus, en op die manier kan ik dus alle acties. En je ziet ook hier rechts al die activities heen en weer gaan. Dus uiteindelijk is het gewoon ja, een heen en weer spelletje. Even terug naar de slides. Oh, sorry. Dit hebben we gezien. Voor die game interface, want we gaan nu even kijken naar het stukje wat in de browser draait. Heel veel van die code hebben wij niet allemaal zelf geschreven. Dus wij hebben ook aan de clientkant weer een game engine gemaakt. En die maakt onder water gebruik van Phaser. En wil je ooit een game bouwen? Nou, dan ben je al een beetje gek. Maar wil je het in TypeScript of JavaScript doen? Ja, zeg het maar. TBS, denk ik dan. Gebruik dan zoiets. Want die Phaser-laag, dat is echt een hele coole library. Die doet dus dingen voor je als, hey, je hebt een sprite. Daar zitten 6, zeg maar, states in. En als jij vervolgens zegt, die states zijn zo breed. En ik zeg animate, dan gaat hij ervoor zorgen dat hij bijvoorbeeld gaat praten. Of dat hij gaat bewegen. Dat ding kan, die heeft Z-layers. Dus je kan dingen voor en achter elkaar zetten. Hij kan collision detection. Nou, allemaal dingen die je nodig hebt in zo'n game. Dus op het moment dat ik zo'n object definieer en dat plaats ik in die wereld, dan wordt dat ook een object waar ik overheen kan hoveren. En dan krijg je gewoon een event en dan kan jij zeggen wat er gaat gebeuren. Dus dat is echt super interessant om daarmee mee zo'n game te bouwen. Nou, we hadden dat gevonden, dus we zijn eerst op zoek gegaan van, is er iets wat bestaat, of bestaat er iets wat dit kan? Ja, dat was Phaser. Vervolgens zijn we met die game aan de gang gegaan, maar wij wilden die old school,
ja, 8-bit pixels. We willen elke pixel kunnen zien. En dan kan ik je wel vertellen, dan moet je nog best wel verdomd goed je best doen. Want tegenwoordig, die kiddies willen allemaal HD, 4K en allemaal... Het moet allemaal zeg maar net zo echt zijn als de real life. Dus we hebben die game engine af en toe gewoon alle opties uit moeten zetten. Weet je wel, skip anti-aliasing. Geef me alle pixels, zet alles wat het mooier maakt, zet dat uit. En dan nog moesten we al onze sprites, die hebben we echt allemaal in Paint.net, hebben die allemaal pixel voor pixel zitten tekenen om ervoor te zorgen dat het er gewoon allemaal crappy uitzag. Ja, want dat is ook wel belangrijk. Het gaat ook wel een beetje om de sfeer van zo'n game. Tenminste bij ons wel. En we waren ook een beetje bang toen we dit gingen doen. Want Sander en ik zijn al wat ouder dan de gemiddelde collega's die we bij ons bij InfoSport hebben rondlopen. En we zagen soms mensen over kijken van, yo, grandpa's, wat is dit? Is dit een game? Grappige is wel dat gaan ze de game eenmaal spelen en raken ze hooked aan die puzzeltjes en snappen ze de in-jokes die erin zitten. Ja, dan gaan ze het wel waarderen en dan maakt het eigenlijk niet meer zo uit dat het crappy uitziet. Dan zeg ik, hey, zo is Minecraft ook groot geworden, dus wie weet. Nou, net zoals we aan de serverkant een laagje hebben gebouwd bovenop het bot framework, hebben we dus aan de clientkant uiteindelijk iets gebouwd bovenop Phaser. Dus wat heeft Phaser voor dingen? Een game world. Sprites. En zo'n game world heeft bijvoorbeeld een background. Dus op het moment dat wij zeggen, laat deze park bijvoorbeeld als room, dan laden we een wereld in. En dan kunnen we gewoon zeggen, dan moet je deze achtergrond laten zien. En dat zijn gewoon ja, PNG'tjes die uiteindelijk in de applicatie zitten. Je hebt tekst. We zagen net die tekstjes die in beeld komen, die zag je er ook heel mooi crappy uitzien. Nou, daar hebben we echt gewoon dagen op zitten puzzelen voordat het er gewoon zo slecht uitzag dat het gewoon leek op die oude games. Want het werd allemaal veel te mooi. En nog veel meer. Dus als je ooit een keer tijd hebt, ga even naar Phaser. We hebben gewoon een website. We hebben ook heel veel voorbeeldprojectjes en open source games die je daar kunt downloaden. En zit ook echt heel goed in elkaar als je bijvoorbeeld TypeScript wil leren of zo, of JavaScript. Is dat heel leuk om daar een spelletje mee te maken. Nou, daar zit dan onze laag boven. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar als die backend natuurlijk, want ja, het spiegelt bijna een beetje. We hebben weer rooms, we hebben objects en actors, we hebben actions, conversation trees, daar ga ik zo nog wat meer over vertellen. En uiteindelijk de game UI om die verbs en zo af te kunnen handelen. Oh ja, cursor die zo mooi knippert. 1,5 week. Dus pas op als je dit leuk gaat vinden. En dan vervolgens, daarboven hebben we dan die direct line. Er is dus gewoon een client beschikbaar vanuit de bot framework die dan uiteindelijk met die bot kan communiceren via die direct line. Dus dat is wel cool. Wat wel leuk is om te laten zien, ik heb hier die botcode zoals je zag. Als ik die bijvoorbeeld start, dan wordt die bot, want wat ik net liet zien in de game overigens, heb ik nog niet verteld. Zie, daar gaan we met de volgorde. Die draait in Azure. Dus we hebben gewoon een webapplicatie in Azure en daar liet ik hem net zien. Maar ik kan hem ook lokaal draaien. En omdat zeg maar, die bot gewoon werkt met tekstjes, kan ik de standaard bot framework emulator, die je erbij krijgt als je zeg maar, met bot framework aan de gang gaat, die kan ik ook gebruiken om die bot aan te spreken. Ik connect dus nu naar localhost, dus ik praat naar die bot die op mijn machine draait. Ik zie niks, maar ik kan bijvoorbeeld wel zeggen, look at newspaper. En dan gebeurt het precies hetzelfde. Dus ik zie hier precies dat dit komt dan uiteindelijk terug, en dat is gewoon een message activity, en onze game zegt dan, oh, hey, jij gaat dit zeggen, want dit komt van de player, en dan vervolgens wordt dat gezegd. Dus op die manier zie je dat je die game eigenlijk gewoon via tekst kan spelen. En hebben we dus gewoon en een text-based en een point-and-click adventure in één, omdat we bot framework hebben gebouwd. Nou, hey. Als ik bijvoorbeeld zeg pick up newspaper, nou, dan zie je van alles langskomen. En in de game hebben we daar natuurlijk delays in gebouwd. Maar in principe zou ik op deze manier de hele game kunnen testen, maar ook spelen. En de grap is ook, als ik bijvoorbeeld praat, ik ben dus nu waarschijnlijk omhoog gebeamd naar die UFO. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat gebeurt allemaal. Dat zijn allemaal events die ik hier niet zie. Als ik nu bijvoorbeeld zeg, talk to Ian, dan zie je dat ik ook gewoon met Ian kan talken. Dus ik ga gewoon van wereld naar wereld. Je moet alleen wat meer fantasie hebben, want ja, ik weet hoe die wereld eruit ziet. En als ik zeg talk to Al, de grap daarbij is dat je dan een andere feature van het Bob framework krijgt. En dit is wel echt super cool. Bot framework kan namelijk tegen jou zeggen, als jij mij dit vraagt of dit zegt, dan zijn dit eigenlijk de acties die je verder nog op mij kan uitvoeren. Nou, de grap is, als ik dat in de game doe, en ik zeg talk to L, dan zie je die dingen hier gewoon onder verschijnen. Dus wij hebben eigenlijk gewoon die feature uit het bot framework of uit die emulator nagebouwd door te zeggen, nou, dit zijn mijn mogelijke acties. What's going on here? Is this an actual spaceship? Als ik dat vraag, krijg ik waarschijnlijk wel een antwoord. Ik weet eigenlijk niet wat voor mood die is.
Convertible, hè, die zijn echt zeldzaam. Nou, als ik dat hier in de emulator doe, ik zeg van, is dit een actionable spaceship? Nou, dan gaat gewoon precies hetzelfde gebeuren. Dus op die manier kan je gewoon die bot heel eenvoudig testen en dan toch gewoon die game daarbovenop bouwen. Even kijken, nu moet ik echt even spieken wat dan de volgende. Oh ja, conversation trees ga ik zo eventjes laten zien. Ja, tijd genoeg. Nou, als we nou naar dit plaatje kijken, hoe ziet dan die front-end code eruit? Ik laat dat even zien in Visual Studio Code. Hier zien we eigenlijk de applicatie. Wat is dat ook weer? Dus uiteindelijk hebben we een application die start van alles op. Op zich niet zo heel erg spannend. Nou, en hier zie je bijvoorbeeld al van die dingen staan. Nee, niet anti-aliasing en transparantie regelen we zelf wel. Kappen ermee. We willen gewoon hardcore pixels hebben. Enable full screen. Nou ja, goed. Dit is op zich allemaal niet zo heel erg spannend. Het wordt wel interessant als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de UI mediator. Daar zit wel serieus wat code in. Want die doet eigenlijk die hele interactie tussen de gebruiker, jou als gebruiker, en het bot framework. En daar zie je dus dingen als van, nou, ik heb een action UI, ik heb een conversation UI. Dat zijn allemaal dingen die we nodig hebben om uiteindelijk al die activiteiten die terugkomen, om die te kunnen interpreteren. De grap is ook, als je hier bijvoorbeeld gaat kijken in de dist folder, assets, dan zie je ook gewoon alle sprites. Dus dit is L van de achterkant, wou ik jullie even niet onthouden. En hier zie je bijvoorbeeld hoe zo'n sprite werkt als die moet praten. En eigenlijk zegt die game engine dan, nou, ze zijn allemaal zeg maar 32 pixels en dan gaat hij ze achter elkaar animeren. Zoals gezegd, al deze sprites, ga ik gewoon nog een keer zeggen, ook voor Sander die nu thuis zit, hebben we allemaal met de hand zitten tekenen. En ook de dochter van Sander heeft meegeholpen, dus dat moest ik ook even zeggen. Dus Lisa, super bedankt, omdat ze dat gewoon leuk vond. Maar ook bijvoorbeeld die achtergronden, en daar zie je dus ook mooi aan dat we dat dus gewoon al pixelated erin hebben gestopt, want we kregen het gewoon niet voor elkaar om dat slechter uit te laten zien. Even kijken, wat kan ik hier nog meer laten zien? Nou, de verbs bijvoorbeeld is ook wel belangrijk. Dus hier zie je gewoon dat we allemaal collecties eigenlijk opbouwen van dingen die we in de game kunnen doen. En je zag op toen we eenmaal de engine hadden staan, dan was het van, oh ja, we moeten iets met een grocery list. Dan heb je ook echt binnen, nou, zeg 5 tot 10 minuten, heb je die grocery list toegevoegd en kan je hem gaan gebruiken in je script. Dus wat dat betreft is het ook, we zitten nu best wel op een niveau dat we echt een serieuze game zouden kunnen maken. Dus als er nog verzoekjes zijn, dan stuur ze in, zou ik zeggen. Even kijken, wat is nog interessant om te laten zien. Even kijken. Ja, de inventory is ook wel belangrijk. En uiteindelijk zie je dat het best wel eenvoudig is. Want we zeggen van, nou, we hebben een inventory. Ik kan dingen toevoegen, ik kan dingen removen. En ik kan hem creëren en ik kan set visible doen. Dus dat zijn allemaal, ja, we hebben eigenlijk een soort API gebouwd die achter elkaar zeg maar die commando's interpreteert. En op die manier kunnen we allemaal coole dingen doen. Het is niet handig. Nou, toen hadden we dus een game. We hadden dat gemaakt met het bot framework. En als je kijkt naar het bot framework, dan zie je ook dat Microsoft ontzettend bezig is met al die cognitive services. Dat is een hele, tegenwoordig is dat volgens mij allemaal verzameld onder de naam AI. En dat zijn allemaal diensten als bijvoorbeeld speech to text, text to speech. Maar ook bijvoorbeeld een dienst die heet LUIS. Dat is de Language Understanding Intelligence Service. En wat LUIS kan, is natuurlijke taal voor jou begrijpen eigenlijk. Dus vanuit de game, als wij die point-and-click game spelen, dan zeggen we altijd gewoon talk to L of pick up newspaper. Maar als je in de emulator speelt, dan kan je natuurlijk ook gewoon een keer zeggen watch newspaper of inspect newspaper of nou ja, whatever. En wat je nu ziet gebeuren is dat omdat LUIS en het bot framework heel makkelijk aan elkaar te koppelen zijn, kan je coole dingen gaan doen als dit. Dus wat we hebben gedaan is eigenlijk in LUIS hebben we eigenlijk een Gamatron 3000 project gestart. En wat je dan kunt gaan doen is dat je, en ik ga niet helemaal LUIS uitleggen, maar wat het basically doet is, hij krijgt natuurlijke taal binnen. En dan kan je gaan definiëren, oké, als ik deze zin binnenkrijg, dan zit daar een bepaalde bedoeling achter. Wat wil je nou eigenlijk bereiken met wat je daar intypt? En dat noemen ze hier de intent. Dus bijvoorbeeld de look at intent. Die heb ik hier ingevoerd. En dan heb ik dus bijvoorbeeld gezegd, look at newspaper. Look at newspaper. En die look at is dan mijn intent. En newspaper is wat ze noemen een entity. Dus zo heb ik bij een newspaper entity en een grocery bag entity enzovoort enzovoort. En wat ik dan kan gaan doen, is dat ik hier allerlei verschillende
dingen kan gaan intypen. Dus bijvoorbeeld in plaats van watch of inspect kan ik zeggen van glance at newspaper. Die wordt dan toegevoegd. Ik denk dat die even moet refreshen. Misschien moet ik zelfs wel even inloggen. Maar het gaat even om het idee. Ik kan dan zo'n utterance, zoals ze dat noemen, toevoegen. Dan ga ik vervolgens zeggen, nou, dit is ook een intent look at. En by the way, die newspaper, dat is die entiteit newspaper. Dit kan ik dan trainen. Dus dan kan ik, op de achtergrond zit er allemaal machine learning in achter. En vervolgens kan ik zeggen, publish dat ding maar. En dan heb ik eigenlijk een soort service gemaakt die voor mij kan zeggen, als jij mij een string stuurt, ga ik daar allerlei analyses op loslaten en ga ik jou teruggeven wat ik denk dat de intent is en welke entiteiten ik gevonden heb. En ik heb denk ik dit model in een kwartiertje gemaakt, toen gezegd train. En dat deed hij al verdomd goed. Dat is echt heel gek als je ziet hoe snel dat gaat. Laat staan als je hem op een gegeven moment heel veel data gaat geven en heel veel gaat trainen, dan wordt dat ding op een gegeven moment super slim. Dus dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen, als iemand zegt look at paper, dan bedoel jij waarschijnlijk entiteit newspaper. Dat werkt op dezelfde manier. Nou, en hoe kan je dat dan aan je bot framework koppelen? En dat is wel echt heel gaaf. Dan moet ik even naar een andere branch. Wat we gedaan hebben, is we hebben een naast de room. Dus als, dit is eigenlijk de standaard room. En die heeft uiteindelijk heeft die gewoon een message receive async. Daar komt alles op binnen. Dus alles wat uiteindelijk binnenkomt, komt in deze methode. En dan gaat hij uiteindelijk uitvogelen, oké, wat voor activiteit moet ik uitvoeren? Nou, zo hebben we ook een Lewis room gemaakt. En wat je daar ziet gebeuren is, ik kan op een gegeven moment bovenaan, hier zit normaal gesproken een soort uniek app ID en een key in. Nou, die laat ik jullie natuurlijk niet zien, dat is geheim, dat zit hier in secret stuff. Maar zo kan ik uiteindelijk een koppeling maken met dat Lewis model, wat ik net liet zien, in de cloud. En dan vervolgens kan ik aangeven met gewoon attributen, kan ik zeggen, nou oké, als die intent uiteindelijk bepaald is door Lewis, dus het bericht komt binnen, gaat naar Lewis, en dan stuurt hij mij terug wat de intent is, en dan pakt hij uiteindelijk de intent met de hoogste probability. En dan zegt hij, oh, volgens mij probeer je look at te doen. En dan zoekt het bot framework uit, hey, dan moet deze methode aangeroepen worden. Dus talk to, look at, pick up, komt allemaal hierop binnen. En ik zal dit even starten. Ik denk dat het dan nog wat duidelijker wordt. Dus ik draai deze even in debug mode. Ik heb hier ook een breakpoint staan. En draai ik weer lokaal. En vervolgens reconnect ik even mijn lokale emulator naar die Lewis dialog. En als ik nu bijvoorbeeld zeg, nou, ik sta in een park, watch, newspaper. Terwijl het commando eigenlijk look at is. Nou, je ziet dus nu wat er gebeurd is dat onder water is die tekst is naar Lewis gestuurd. Hij heeft mij teruggestuurd van, nou, volgens mij is de intent één van deze look at, talk to of pick up. En ik roep die methode aan. Dus dat heeft hij al voor me geregeld. Vervolgens krijg ik daar ook mee een Lewis result. En daar kan ik aan zien wat er nou uiteindelijk meegekomen is. En als ik dan uiteindelijk die activity ga oppakken, ga ik even naar deze methode, dan heb ik uiteindelijk in die Lewis result een topscoring intent. En als ik die erbij pak, waar zit ik? De topscoring intent, dat is gewoon een objectje. En dan zie ik dat met een probability van 0,966 dit waarschijnlijk look at is. En zo kan je dus uiteindelijk bepalen van wat moet er uiteindelijk gebeuren, welke commando moet er uitgevoerd worden. Nou, dan vervolgens moet ik nog bepalen, ja, maar waar wil ik naar kijken? Welke entiteit heb ik uiteindelijk binnengekregen? Nou, dat zit daar ook in. Dus als ik uiteindelijk zeg, nou, mijn intent heb ik nu bepaald. En dan vervolgens zitten daar entity recommendations in. En als ik die heb gevonden en de probability is groter dan 0,9... Want anders dan zeg ik, ja, ik weet niet precies waar je naar wil kijken, man. Ik weet niet wat je ingetypt hebt. Nou, in dit geval kan hij dat wel, kan hij dat dus bepalen. En die paper heeft hij dus niet kunnen scoren, want dit is een score van 0,893. Bijna. Hij denkt, nou, misschien dat het net wel net niet is. Dit betekent dus eigenlijk dat mijn model nog niet slim genoeg is en dat ik dus meer zal moeten trainen. Ik zal dus meer utterances moeten gaan toevoegen met paper. En dan zal hij op een gegeven moment gaan snappen, oh, dit is ook een newspaper. Nou, op die manier kan je dus, zeker als je een text-based engine maakt, waarbij mensen gewoon dingen intypen, kan je dus op een gegeven moment hele slimme dingen gaan doen. Ja. Exact.
Exact, ja, goede vraag. De vraag was van, kan ik nou, zeg maar, stel dat, dat ik nu aan mijn gebruiker vraag, hey, bedoelde je eigenlijk newspaper? En ik zeg ja, dan kan ik uiteindelijk mijn Lewis model daar weer mee slimmer maken. En zeggen, ja, dit was inderdaad newspaper. En dat is ook wel het hele idee van die cognitive services. Dat als je kijkt hoe goed, zeg maar, die services nu geworden zijn in het herkennen van gezichten, of het herkennen van landmarks, of dat soort zaken. Dat komt natuurlijk omdat Microsoft zit natuurlijk op een hele grote berg met data. Bing searches en al dat soort zaken. Dus op het moment dat iemand zoekt op een plaatje van een berg en hij kiest vervolgens een plaatje van een berg, dan weet je, hé, dat is dus een berg. Want anders had hij dat plaatje niet uitgekozen. Dus de gebruiker kan heel veel invloed uitoefenen inderdaad, op hoe slim uiteindelijk dat Lewis model wordt, of de andere cognitive service, inderdaad. Ja. Nou ja, ik doe F5 en dan zul je uiteindelijk zien dat hij, in dit geval weet hij het dus niet, want hij had het niet kunnen bepalen. Dus als ik zeg watch newspaper, dan heb ik nog steeds wel niet look at gedaan, maar watch. En dan zal je nog steeds zien, ik ga hier gewoon even wat sneller doorheen, dat hij dan vervolgens zegt van niks. Nou, volgens mij heb ik net met het trainen mijn model om zeep geholpen, dat zou kunnen. Maar goed, dan zou hij uiteindelijk moeten zeggen, hey, je probeert look at te doen. Maar het idee is denk ik het allerbelangrijkste. Nou, zo zie je dus dat als je eenmaal zo'n bot framework hebt gebruikt om zo'n game te bouwen, toen dachten van, hé, maar dat is interessant. Want nu kan ik met Lewis, kan ik natuurlijk de taal gaan parsen en kan ik toch mijn game engine aansturen. Toen dachten we, hé, maar er is ook speech to text. Ik zie een aantal mensen nu kijken van, wow, nu komt er een vette demo. Nee, geen tijd voor. Gaat nog wel komen. Maar je kunt je dus voorstellen dat je hier dus een microfoon aan kunt hangen, dat je zegt, look at newspaper. Ik gooi het door speech to text. Daar komt look at newspaper uit. Dat gooi ik door Lewis heen. Hij komt bij mijn juiste intent. En hij voert vervolgens dat commando uit op mijn game engine. En Guy gaat die newspaper bekijken. Toen dachten we van, ja, maar wat nou als mensen vieze dingen gaan zeggen? Nou, er is dus bijvoorbeeld een profanity filter. Dus als mensen vieze dingen zeggen, als bijvoorbeeld, of Java, iemand zegt Java, of Scala, of Go, of een andere crap, dat je dat dan vervangt door piep of zo. En wat we ook hadden bedacht is, alles wat je zegt met Tron erachter, daar plakken wij zo'n TM'tje achter. Nou, je kunt zo gek niet verzinnen natuurlijk, allerlei zaken die je kunt toevoegen. Een demo die we al wel hadden gemaakt, maar wat we uiteindelijk niet in deze versie hebben kunnen incorporeren, is dat we foto's hadden gemaakt van collega's, van hun gezicht. Die pixelaten we en daar maakten we een sprite van, die lopen dan rond in de game. En als je dan vervolgens zegt, look at die sprite, wat wij dan deden was, onder water pakten we hun echte foto. Die stopten we in de facial recognition API van Microsoft. Dan kreeg je terug, dit is een male, waarschijnlijk 42 jaar, geen haar, je snapt wel wie ik beschrijf nu, een bril, facial hair, yes, iets wat corpulent, zeker. Nou, en daarmee maakten we dan zeg maar een driver's license van die gebruiker. En als je ziet hoe snel je dat soort dingen uiteindelijk aan elkaar wired, doordat die, zeg maar, die cognitive services heel slim zijn en via API's gewoon om elkaar te knopen zijn, kan je echt hele coole dingen hiermee doen. Dus ja, wat dat betreft is de sky the limit en hebben we nog heel veel werk te doen. Maar goed, we hebben ook klanten, daar moeten we ook wel eens heen. Dus nu is het wel zo dat de winter eraan komt. En als er mensen zijn die mee willen helpen, wat ik zeg, dit gaan we waarschijnlijk allemaal gewoon op GitHub zetten en dan kun je gewoon lekker meebouwen eraan. Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel lol aan beleefd. En wat ik zeg, ik wil zometeen nog even een stukje van de game laten zien. En als je de puzzel wil oplossen, kan je gewoon naar onze stand komen, de InfoSupport stand. En daar kan je de game gewoon live spelen als je wil, dan mag je de puzzel oplossen. Dus ik heb nog wel wat tijd voor vragen, dus ik weet niet of er nog mensen zijn die prangende vragen. Ja, ik zie daar een vraag. Even denken, dat is altijd een beetje vervelend, want natuurlijk de niet-Engelse talen komen altijd later. Ik weet niet of Nederlands er al in zit, durf ik niet te zeggen, maar gaat zeker wel komen. Oh, dat heb ik nog niet getest. Ik heb wel demo's gezien waarbij ze het met Spaans deden en dat ging echt heel goed. En ook bijvoorbeeld Chinees heb ik ook gezien. Dat werkte wel echt heel goed. Maar je moet dat gewoon even gaan testen hoe dat werkt. De speech recognition die ik getest heb, dat was dan wel in het Engels, die was echt verbazingwekkend goed. Die doet het echt 9 uit 10 keer, inclusief omgevingsgeluid en dergelijke, kan die gewoon echt preciezer uithalen wat jij zegt. En dat werkt echt heel goed. En dat is ook allemaal, die API's zijn ook allemaal beschikbaar vanuit bijvoorbeeld JavaScript. Dus je kan dan vanuit je browser kan je gewoon een stukje opnemen, dat vervolgens in die game engine gooien. Dus dat werkt echt wel heel netjes. Andere vragen nog? Ja,
de communicatie. Oh, en dat is wel een goeie. Als je me nog even toestaat, want dat ben ik nog vergeten te laten zien. Dat zijn die conversation trees. Want de vraag was, wat doet het bot framework nu eigenlijk voor je? Nou, basically, het bot framework zelf doet niet zo heel veel voor je. Die heeft namelijk die activities en eigenlijk het allerbelangrijkste wat die voor ons nog doet is state bijhouden. En dan kan je state bijhouden per conversation of globally. Nou, daar stoppen wij natuurlijk die inventory spullen in. Maar die dialogues waar ik het over had, eigenlijk is zeg maar elke room is gewoon één dialogue. Die hebben we als één dialogue gebouwd. Dat is een vraag-antwoord spelletje. Wat bot framework je toestaat, is om die te nesten. Dus wat wij wel kunnen doen bijvoorbeeld, op het moment dat ik zeg talk to L, en dan kreeg ik een aantal mogelijkheden om antwoorden te geven, dan ga ik dus eigenlijk in een nieuwe dialogue, start ik een nieuwe dialogue, en vervolgens als ik daar weer uitkom, kom ik weer terug in mijn main dialogue. En dat is bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld kijkt naar een bot waarbij je zegt, hey, ik wil een hotelkamer, moet ik ook een taxi voor je boeken? Nou, dan start ik een nieuwe dialoog met een taxibot of met een daadwerkelijke persoon. Dat helpt ons ook, dus om die dialoog op te bouwen. Ja, en verder dan dat doet hij niet zo heel veel. Het is eigenlijk basically heel simpel. Maar die connector en die channels, die maken het dan vervolgens heel krachtig. Ja. Andere vragen nog? Nee? Nou, dan ga ik even kijken of die dialog trees nog even kan laten zien. Maar wat we uiteindelijk ook nog gedaan hebben, is, en dan moet ik even zoeken waar die precies zit, hier, is omdat we op een gegeven moment hadden we in die interactions, dat gingen we dus uitprogrammeren, hè, dus dan krijg je dit soort, van die grote lange lappen achter elkaar, dat werkt op zich wel aardig. En toen op een gegeven moment hebben we daar nog weer een laagje overheen gezet, waarbij we gewoon in JSON, en het formaat, daar zijn we inmiddels zelf ook niet zo heel blij mee, dat zou je wat mooier kunnen maken. Maar dan kan je hier dus bijvoorbeeld zeggen van, oké, als de actor L, die zegt op een gegeven moment hi there, en dan vervolgens komen er een aantal acties terug. What's going on here? En dan kan L eventueel deze dingen zeggen en Ian zegt dat. En zo hebben we dus eigenlijk nog weer een soort DSL'tje, een taaltje bedacht om te beschrijven hoe die conversaties gaan. En op het moment dat ik nu zeg talk to L, dan start hij dus zo'n nieuwe dialoog. Die legt hij gewoon over de bestaande dialoog heen. En dan gaat hij dit interpreteren, totdat ik op een gegeven moment zeg bye, ergens aan het eind. Nou, ik kan allemaal dingen zeggen. Bye. En dan vervolgens zeg ik done is true. En dan sluit hij die dialoog weer af en kom ik gewoon weer terug in de hoofddialoog. En omdat het bot framework bijvoorbeeld je toestaat om ook state per dialoog vast te houden, kan je dus ook gewoon heel mooi dan switchen van een soort context. En dat is wel super handig om te doen. Maar ja, meer dan dat gebruiken we eigenlijk niet van het bot framework. Je ziet misschien wel heel veel meer in, maar dit is eigenlijk wat wij gebruikt hebben. Dus goed. Oh, nog een vraag. Ja, dat is. Kijk, we hadden gewoon echt aan de ene kant Monkey Island, want we wilden exact dezelfde cursor en het moest gewoon dezelfde timing hebben. En uiteindelijk had dat ook wel weer te maken met het feit dat Phaser het te mooi maakte. Dus we hadden eerst gewoon een animated GIF, maar ja, dat zag er niet uit, dat animeerde niet helemaal goed. Dus je zag ook, er is een aparte cursor class, waarbij we echt die timing helemaal goed hebben gezet. Maar dat duurde zo lang omdat wij gewoon perfectionisten zijn en we wilden het gewoon exact zo eruit laten zien. Dus ja, het, yeah. Sorry? Taalfouten in? Hoe wordt. Nou, de taalfouten, als je dus de game speelt, dan heb je dus geen ruimte om in te tikken. Dus dat is altijd hetzelfde. Als je die Lewis-implementatie gebruikt, dan hopen we dat Lewis die taalfouten eruit haalt. Dus wat je dus ook zag, ik pak alleen het intent op het moment dat het hoger dan 90% is. En anders zeg ik gewoon, ja, sorry, ik begrijp je niet. Kan je het anders formuleren? En, maar daar zou je allemaal slinge dingen mee doen. Zo net al werd geopperd van, nou, ik kan natuurlijk aan de gebruiker vragen. Ja, wat bedoel je eigenlijk? Bedoel je dit, dit of dit? Op het moment dat je het aanklikt, dan kan je dat weer aan Lewis voeren. En dan zal hij de volgende keer zal die misschien met een hogere probability terugkomen. Maar dat is wel echt, en dan moet ik ook wel zeggen, ik ben echt een developer. Dus dit soort dingen met accolades en kleurtjes, daar word ik helemaal blij van. Op het moment dat je naar dat AI-spul gaat kijken en machine learning, dat is voor mij echt een beetje ver van mijn bed en zo. En nou, wat ik zeg, binnen 10 minuten had ik dat ding aardig getraind. Maar als je daar echt hele krachtige dingen mee wil doen, met taalfouten verbeteren en weet ik wat, is allemaal mogelijk. Maar dan moet je echt wel even aan de slag om dat model beter te trainen. En je kan ook bijvoorbeeld, ik heb het nu met enkele utterances gedaan, maar je kan bijvoorbeeld ook gewoon complete datasets erin knallen van een paar meg. En dan gaat hij daarop staan stampen en dan gaat hij proberen steeds slimmer te worden. Andere vraag? Ja, Marco. Je bedoelt de frontend, hoe de frontend dat weet. Ja, de vraag is dan, hoe weet eigenlijk die frontend wat hij moet doen? Nou, wij hebben dat gewoon, als ik hier een delay geef, dan levert dat uiteindelijk gewoon een event op.
zo'n event activity van het bot framework, die wordt teruggestuurd naar de frontend over die direct line. En die frontend die weet dan gewoon, oh, ik moet even zoveel seconden niks doen. Als dat hebben wij gewoon geprogrammeerd. Ja. Dus als wij zeggen walk to, dan hebben wij in de game gezegd van, je moet van die locatie naar die locatie, van je huidige locatie naar de locatie die je hebt opgegeven. En by the way, je moet dan die animatie afspelen totdat je er bent. En dat is juist wat Phaser heel erg voor je kan doen. Goeie vraag, ja. Wordt in één keer doorgestuurd, ja. En dat wordt wel na elkaar, zeg maar, uiteindelijk afgehandeld. Dat wordt in één keer doorgestuurd en dan wordt dat afgespeeld. En je ziet ook, wat we bijvoorbeeld gedaan hebben, helemaal aan het eind zie je ook altijd bijvoorbeeld een idle activity. Want we willen gedurende dat dit afspeelt, willen we niet dat mensen nog in één keer gaan zeggen, oh ja, look at that and talk to him, want dat gaat allemaal door elkaar heen. Dus eigenlijk disablen we gewoon de UI totdat die klaar is en dan kan je weer een volgend commando geven. Geen vragen meer? Oké, nou super bedankt voor de aandacht. Zoals gezegd, als jullie de game willen spelen, kom bij de InfoSport stand langs. En dan kunnen we ook misschien nog wat dingen uitleggen. En dan dank ik jullie voor de aandacht.